De verkeerssituatie op de Gerrit Krolbrug is te gevaarlijk. Dat vinden de gebruikers van de brug. Zeker als de brug open is geweest, ontstaan er gevaarlijke situaties. Fietsers en auto's moeten dan in grote hordes tegelijk over de smalle brug, waardoor het een janboel wordt. De fietsers geven de Zwarte Piet aan de automobilisten. Veel auto's die doorjakkeren, je hebt daar, daar moeten de auto's wachten. En nou, die jagen soms toch door, fietsers ook, van die kant. En ja, als deze brug dicht is, dan gaan er soms al auto's hier op de kruising staan of ze gaan helemaal daar vooraan staan. Dus ja, dat kan wel gevaarlijk zijn. Het scheelt natuurlijk wel dat die bruggen zijn gekomen. Dan kun je als fietser makkelijk je uitweg zoeken. Alleen met, als je twee kleine kinderen op de fiets hebt, dan gaat dat gewoon niet zo. Dan is dat veel te zwaar om naar bovenop te gaan. Dus dan wacht je altijd. En dan vind ik het wel gevaarlijk. Als je hier als fietser staat, dan vind ik het niet altijd even prettig. Omdat de auto's heel erg dicht bij de fietser staan. De weggebruikers hebben zelf al oplossingen voor dit probleem. Ik zou er gewoon stoplicht neerzetten. Een ouderwets stoplicht. Het zou prettiger zijn als denk ik een speciaal vak voor de fietsers zou komen, bijvoorbeeld. De bewonersorganisatie Bijum heeft inmiddels aan de bel getrokken bij de gemeente.